deze aflevering een zelfrijder special van Paul. Dat is een Kuhn SPV Intense. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in het Vertrouwen en Bovikalk tegen melkziekte. In de maand augustus geen trekkers in Paul, maar zelfrijders. Dit is de Kuhn SPV Intense voermengwagen. De machine rijdt op het melkveebedrijf van Piet Krebber in Zeddam. Vaste bestuurder is Dirk de Wit. De machine heeft een capaciteit van 17 kuub, 167 pk en een rijsnelheid van 40 km per uur. Hier hadden we voeren met een mengwagen aangetrekken, horizontaal. Nu hebben wij gekozen voor een verticale mengwagen. Dat ging een stuk gauwer. Dat is ook een stuk groter als die andere. En dat geeft gewoon, hij zit altijd klaar, hoeft niet geen machine meer achter. Koppelen aan trekken, zeg maar, je kunt gewoon altijd gewoon voeren, zeg maar. Op het bedrijf lopen alleen maar MF-trekkers, maar deze Kuhn heeft een John Deere motor. Dat was wel even wennen. Ja, de eerste machine met een John Deere motor, ja, zit erin. Vind je dat fijn of? Ja, eigenlijk is het MF, hè, maar voor deze keer kan het wel. Ja, in het begin was het wel even wennen, zeg maar, alle knoppen en zo, maar nu er stelt niks meer voor om te doen. Dan ben je zo klaar. De machine zorgt vooral voor veel tijdwinst. Nu kunnen ze alle 102 melkkoeien in één keer voeren. Gewoon een kwestie van tijd en snelle. Die andere duurde veel te lang en die andere was ook te klein, zeg maar. Ja, al de makkelijkheid, zeg maar. Dit is voor mij echt een poormachine. Alleen voor de echte poorfans. Ga naar poorshop.nl.